Ons boek Keerzijde gaat over twee meisjes. En dat zie je eigenlijk al op het omslag. En ik heb één hoofdpersoon geschreven en zij heet Iepje. En ze komt uit een klein dorpje Wartena, vlakbij Leeuwarden. En haar verhaal begint in 1891. Zij gaat uit huis om dienstmeisje te worden in de grote stad Leeuwarden. En ze krijgt ontzettend veel aandacht van haar baas. En ze krijgt ook een relatie met die baas. Een heftige seksuele relatie. En ze raakt zwanger. Ja, en dan wordt ze het huis uitgezet door die baas. Dan wordt haar leven toch ineens heel anders. Nou, wat me het meest heeft geraakt is dat ze zwanger weg wordt gestuurd naar Amsterdam. Weg van haar familie, weg van haar geboortegrond, weg van alles en iedereen. Mijn hoofdpersoon heet Berber. En je zou denken dat zij veel meer vrijheid heeft dan Iepje. Berber leeft nu. Maar Berber ervaart dat eigenlijk ook als dat er een heleboel moet. He, zij voelt de druk van, ja, je bent nu 16, dus eigenlijk moet je nu wel met je vriendje naar bed. En het lijkt wel alsof seks moet. En ook haar vriendje, die oefent druk uit. Hij vindt dat ze eraan toe zijn. Hij wil heel graag met haar naar bed. En Berber wil dat niet. Ze is er niet aan toe. Maar ze voelt zich onder druk gezet door Jorrit. Na haar verhuizing naar Amsterdam ervaart ze opnieuw bij vriendinnen en klasgenoten dat seks heel erg iets is wat erbij hoort en wat moet. En nou ja, dat maakt het voor haar nog weer lastiger om een nieuw leven in Amsterdam op te bouwen. Ik was geschokt echt door een fragment van Berber. En dat is het moment dat ze een filmpje krijgt toegestuurd van haar vriendje in Friesland, die dan zichzelf laat zien heeft zichzelf gefilmd en dat stuurt hij aan haar toe. En dat is een seksueel filmpje. En ik was echt geschokt, maar ik dacht, ja, dat gebeurt nu wel. Juist omdat ze naast elkaar staan, krijgen de verhalen wat extra's. En familiegeheim is een heel ander verhaal, een heel ander onderwerp, maar daarin werkt dat ook zo. En ik denk dat het hier ook is. En ze maken allebei de verhuizing door van Friesland naar Amsterdam. Is voor allebei niet makkelijk. Op een heel verschillende manier natuurlijk. En ze moeten allebei enorm wennen aan het grote stadsleven. En dan is er nog iets wat hun levens aan elkaar verbindt. En dat bestaat, kun je, als je goed leest, kun je dat uit het verhaal opmaken. Seksualiteit is alleen maar leuk als je er zelf aan toe bent. En daar moet je dan ook voor kiezen, voor jezelf in dat opzicht. En niet onder dwang of omdat iedereen het doet, verder gaan dan je eigenlijk wil. Maar ik denk ook nog weer dat Iepje bijvoorbeeld voor kinderen uit, jongeren uit hele strenge gezinnen, want die zijn er ook vanuit religieuze achtergronden, die dan eigenlijk ook niks mogen, worden verstoten door hun familie en dat gebeurt ook. Ik denk dat die daar misschien ook een steun aan kunnen ondervinden, dat je uiteindelijk ook wel je eigen weg kunt vinden als je maar op jezelf vertrouwt en dat je je eigen keuzes ook kunt maken. Dus dat die eenzaamheid die Iepje voelt misschien ook wel herkenbaar is voor meiden van nu en dat ze daar misschien ook hun eigen conclusies aan kunnen verbinden. Het is niet nieuw wat ik meemaak, het is eerder gebeurd, ik kom er ook alweer doorheen.